dat me inspireert, dat me choqueert. Ze is spontaan en soms impulsief, slim, maar soms naïef. No bullshit, no excuses, this is me, Daphne Gakert. En vandaag is de dag dat ze deelt met de rest van de wereld in dit boek. Ik ben trots en ik voel me enorm vereerd om jou mijn vriendin te noemen. Gefeliciteerd, je fucking did it. En dan nu de eer aan Ellen ten Damme om het boek officieel te overhandigen. Nee, ik heb het boek met heel veel plezier gelezen. Ik vond het heel herkenbaar als coming of age boek en alle vragen die jij aan jezelf stelt en de dromen over een groot en een stevig leven, et cetera. Gescheiden ouders, nou ja, goed, veel raakpunten, theater. Ja, ik heb het idee dat ik nog steeds in die fase blijven hangen. In een voorstelling, weet je, kun je gewoon nog heel erg manipuleren met je energie en de woorden die je zegt. En in een boek, jullie nemen dit als het goed is mee naar huis en gaan dat op de bank dit lezen. En daar heb ik dan geen controle meer over. En dat vind ik echt, ja, merk ik, enger dan het lanceren van een show. Maar ook echt te gek dat ik nou iets tastbaars in mijn handen heb. Voor altijd.